Hallo allemaal, welkom terug bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Hans Rekker en ik ben vandaag hier als gast te hebben broeder André van der Plas. Welkom André. Dankjewel. En we gaan samen de 16e les doen van Sabbat 20 april. Die is getiteld Leiden voor het Koninkrijk. Wat een heftige titel, daar gaan we het zo over hebben. We vragen eerst de leiding van onze Heer. Liefhebbende Vader in de hemel, we zijn dankbaar hart in de naam van uw dierbare Zoon Jezus dat we voor uw troon van genade mogen komen. Om een zegen te vragen over deze studie, van deze les. Die gaat over het lijden voor het koninkrijk. Wilt u ons toch helpen dat we de juiste dingen uit deze les belicht mogen worden. Tot versterking en tot opbouwing van ons persoonlijk geloofsleven. Helpen ieder van ons, ook degene die naar deze video ook kijken. Dat we toch alle ook hiermee gezegend en versterkt mogen worden. Dit was van dat we enig iets verdienen. Menkel het genade om Jezus wil. Met dankzegging vragen we dit om Jezus wil. Amen. Amen. Lijden voor het koninkrijk, ja. Lijden is pijn. Laten we er niet omheen draaien. Lijden gaat niet over leuke dingen. Lijden gaat over ellende. En dat ondervinden. Het kan natuurlijk zowel fysiek als ook geestelijk kan het zijn. Hè? Op psychisch vlak. En misschien is dat misschien in sommige gevallen kan het soms pijnlijker zijn dan het fysieke lijden. Ik denk het ook zo. Kan, soms best. In de huidige maatschappij zie je ook veel meer geestelijk lijden dan fysiek lijden. En we komen deze dus beide tegen. Dat gaan we ook zien. Zowel de fysieke, echt geest, fysieke pijnen, martelingen en andere dingen. Maar ook de geestelijke pijnen. Ja. Nou, we lezen de inleiding. Daar staat, we moeten hier, dus op dit moment, op aarde, gemeenschap hebben aan het lijden van Christus. Ik sta even stil bij deze zin. Dus je hebt hier gemeenschap aan het lijden van Christus. Dus dan moet iedereen zich bewust zijn van zijn denken, oké, ik wil Jezus volgen. Dan heb ik gemeenschap trouw. Dus dan neem je er deel aan. We gaan kijken hoe ver dat loopt. Indien wij het hiernamaals deel wensen te hebben aan zijn heerlijkheid. We hebben slechts nog weinig tijd over voor God te werken. Niets moet te kostbaar zijn om op te offeren voor de redding van de verstrooide en verwonde kudde van Jezus. Zij, die nu een verbond met God gemaakt hebben met offeranden, zullen spoedig thuisgehaald worden om het nieuwe koninkrijk eeuwigdurend in bezit te nemen. Kijk, hier staat een zinnetje ook bij. Dat staat, je hebt het verbond gemaakt met offeranden. Offeranden is iets offeren. En in het Oude Testament werd dan een dier geslacht. Dat gaat in dit geval niet over. Dit betekent dat je iets van jezelf moet offeren. Het betekent niet dat je een hand moet afhakken of weet ik al wat. Maar ja, het gaat zeer doen. Je gaat dingen missen. Je komt iets tekort. Iets opofferen van wat van jezelf is. Wat... Ja. Dus we hebben het in dit geval over de moeilijkheden onderweg naar het hemelsvaderhuis. En die zijn er altijd. It's the bumpy road, zoals het heet. Strubbelingen. Anders spreekwoord is, ik heb je geen makkelijke reis beloven, maar wel een behouden aankomst. En daar gaat deze les over. Maar je hoeft het niet alleen te doen, want de titel van de eerste paragraaf is Metgezel in verdrukking en in het koninkrijk. Nou, we gaan hier wat ernstig voorbeeld van Paulus in de eerste vraag behandelen. Om een beetje begrip te krijgen hoe het nou in elkaar kan zitten. Hebben we nou enig idee? Nou, we gaan zo lezen van hoeveel ideeën we kunnen hebben. Over de offers, het risico's en het leed waarmee de kinderen en dienaren van de Heer, in dit geval het woord van Paulus, tijdens hun leven en bediening geconfronteerd worden. Je ziet ook dat hij het allemaal gewoon even terloops even opnoemt. Want het is eigenlijk een zijstapje die hij maakt in deze context. Mm-hmm. En dan zegt hij, ik ben 39 keer ben ik met de zweep geslagen. Drie keer is hij ook met de roede, dus dat is nog een tikje erger. Ja. En alsof dat nog niet erg genoeg is, hij is ook nog gestenigd. En dan hebben we nu alleen nog maar de drie fysieke vormen van lijden hebben te pakken. Ja, wat alleen maar pijn van je lichaam veroorzaakt. Maar vervolgens gaat hij ook door hoe hij dus door het evangelie te brengen, door de uithoeken van de wereld te komen, om daar mensen het evangelie te brengen, dat hij daar ook heeft blootgestaan aan gevaar van rovers, om overvallen te worden uit de bosjes, hè, de struikrovers letterlijk gezien. Dus angst komt erbij, hè? Mm-hmm. Over angst. Dus dat is het risico van het vak. Ja. En ook van de kant van zijn eigen volksgenoten. Nou, nu was Paulus natuurlijk wel, had hij wel een dubbele burgerschap. Dus ik neem aan dat het hier gaat over de Joden. Ja. Die de Joden haat. Niet de Joden haat. Moet ik het zeggen? De haat van de Joden. Mm-hmm. Omwille dat hij een volgeling van Christus is geworden. Maar hij noemt ook de kant van de gevaren van de heidenen.
Ook het gevaar die in de stad zijn, maar ook in de woestijn. Want dat zijn hele andere gevaren die je hebt in een stad als dat je in een woestijn hebt. Dan kan je op een schorpioen trappen en als je een goede giftige te pakken hebt, dan kan dat ook uiteindelijk je dood betekenen. Dus al die gevaren noemt hij niet alleen in de woestijn, dus ter land, maar ook ter zee. Ja, in de lucht kan je er op dat moment nog niet over spreken. Doe dat niet, hè. Maar je ziet dus al die risico's die hij heeft moeten lopen. En ook dat hij gewoon heel vaak slapeloze nachten had. Ja. En dat is natuurlijk ook niet verwonderlijk als je ook een hele kudde onder je hebt. Maar dat noemt hij nog een keer apart, hè? Want hij sluit pas af met... En overdag overvalt mij ook dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Dus dat valt toch eens los van die slapeloze nachten als het gaat om de zielenheil van de gemeente. We weten dat Paulus vaak ook s'nachts preekt, want dan moest hij weer morgens vroeg vertrokken. En dan preekte hij de hele nacht door, hè. Vielen mensen wel eens in slaap, daar ja. Verhaal ook wel over. Maar hij noemt het een beetje terloops en dat is het interessante. Het is een beetje alsof hij zo op koffievisite is en een beetje zo, joh, ik zal wat dingetjes vertellen. Ja, sorry dat ik even afwijk van het thema. Dan, zo komt het even neer. Maar je moet even ten diepste dat je doet wat het betekent als je zegt tegen iemand, ik ben gestenigd. Dan ben je dus met grote stenen geraakt en voor dood ben je achtergelaten. En hij is gered door God. Maar hij heeft wel dat pijn en het lijden moeten hebben. En al die dingen noemt hij toch te loops, want hij zit er niet bij. Hij heeft geen posttraumatische stressstoornissen. Dat hoor je hem niet over. Maar hij zegt, ik heb me zorgen over de gemeente. Dat is een echte zorg. Als je dit nou gehad hebt, en dan is het tweede deel van de vraag. Waar zagen die boodschap van de Heere voor zich? Waar zagen ze op voor ze moesten lijden? En dat is de 2 Thessalonicenzen 1 vers 5, die wil ik graag beantwoorden. Een teken van Gods rechtvaardigheid, dat u het koninkrijk van God waardig wordt, waarvoor u ook lijdt. Dus ze keken op het koninkrijk van God. Ja. Ze keken letterlijk verder dan hun neus lang was. Nee, als je ook in de opmerking kijkt, dan worden ook allerlei geloofshelden worden daar genoemd. Een stuk of 8 heb ik daar geteld. Ja. En dan begint het met Jozef, die natuurlijk in de put werd gegooid en uiteindelijk verkocht werd als 17-jarige jongen. Uiteindelijk later toch het heeft kunnen schoppen tot onderkoning. Ja. Maar hij heeft wel heel veel moeten lijden. Maar dat heeft hem ook juist gevormd en daar gaat deze les ook over. Hè, over het lijden voor het koninkrijk. Dat het lijden je wel kan vormen. En we zien dat ook zeker bij Jozef. Dat hij datgene wat hij ook geleerd had van zijn ouders, dat hij dat in zijn leven heeft meegenomen. Want toen hij zijn vrienden, zijn broers ook weer terugzag, toen had hij ook helemaal geen wrok. Hij had alleen nog een wantrouwen, wat hij dus uitprobeerde te testen. Nou, verder had je David. Die was natuurlijk ook, moest hij lijden. Opgejaagd als een wild dier. Ja, zo kan je dat wel stellen. Ja. In grotten, spelonken moeten schuilen. En dan Daniel, die begon ook als zo'n 17-jarige jongen, dat hij meegevoerd werd uit Jeruzalem. En dan kon je niet regelrecht door de woestijn heen, want dat kon bijna niemand overleven. Dus moest hij ook eromheen moesten ze lopen. En dan als gevangene afgevoerd worden, dat valt ook niet mee. Maar ook in al die regeringsperiodes die hij mee heeft gemaakt, dat er ook jaloerse ministers waren die een hak proberen te zetten. Waardoor hij uiteindelijk in de leeuwenkuil terecht is gekomen. En ga zo maar door. Job die het ook fysiek en geestelijk later. Maar het begon ook met het fysieke. Dat ook een zeer grote knauw op zijn leven, op zijn ziel heeft moeten hebben. En dat allemaal om te laten zien dat hij wel trouw zou blijven aan God, ongeacht de omstandigheden. En ga zo maar door. Al die geloofshelden zoals hier staan, sommigen lopen slecht af. Stefanus wordt gestenigd en sterft. Een andere wordt gewoon oud, hè, zoals Daniel, wordt gewoon een oude man. Heeft, en op zijn hoge leeftijd moet hij nog lijden in de leeuwenkuil. Johannes ook. Daar komen we zo meteen inderdaad bij. Zo zie je al die geloofshelden dat ze hun eigen dynamiek hebben. De kern is dat ze God niet losgelaten hebben. Dat ze doorgegaan zijn, dat ze hun vertrouwen op de Heer gezet hebben. Ondanks hun moeilijkheden. En of ze nou oud of jong waren. En dat is mooi, dat is ook voor iedereen die kijkt, of hij nou oud of jong is. Leeftijd is geen excuus om te zeggen, ja, maar ik ben jong. Ja, dat waren... Dat was Jozef was jong, Daniel was jong. En ze hadden hun keuze bepaald. Mm-hmm. Oud zegt ook niks. Daniel was een man boven de 80 toen hij in leeuwenkuil gegooid werd. En hij was toen een oude man echt. Klopt. Maar hij bleef vast in zijn geloof. Dus leeftijd is niet de norm. De omstandigheden zijn niet de norm. Je afkomst is niet belangrijk. We hebben het over Daniel die een prins van Israël was. We hebben het over David die een herdersjongen was.
De afkomst maakt niet uit. Het gaat om of je vertrouwen op God hebt. We hebben nu veel besproken in de eerste vraag. Het lijkt alsof we heel veel gehad hebben. Maar we gaan een stuk verdieping zoeken en beginnen bij de tweede vraag. We gaan naar de apostel Johannes. André noemde net ook al. Wat is nou bijzonder aan die apostel Johannes ten opzichte van die andere 11 apostelen? Het bijzondere aan Johannes is dat net als Petrus, die heeft bijna op dezelfde manier moeten lijden als Jezus. Ze zijn allemaal omgekomen, dus moeten lijden tot de dood toe. Ja. Om het evangelie wat ze brachten, de opdracht die Jezus ons meegegeven heeft, en ook aan ons. Maar dan hij is degene die dus tot op zeer hoge leeftijd, want hij was echt al hoog bejaard toen op het eiland Patmos de openbaring van Jezus Christus heeft moeten optekenen. Dus hij werd verbannen. En jij zegt het heel mooi. En tijdens die verbanning krijgt hij het laatste boek van de Bijbel, mag hij opschrijven. Ik ben zelf persoonlijk met Angelica op het eiland Patmos geweest. En u zou er wel verbannen willen worden. Het is echt waar. Het is een prachtig eiland. Met mooie baaien, met zandbaaien, met palmbomen en een mooie grote heuvel en rotsen. Dus het is niet iets wat helemaal naar is. Het is gewoon mooi klimaat, prachtig. En God geeft hem naar de openbaring. Dat is natuurlijk prachtig. Maar waarom moest hij nou verbannen worden? Want dat is eigenlijk natuurlijk de vraag die hier staat. Als je op een geïsoleerd eilandje terechtkomt, dan heeft dat niet de mogelijkheid om het evangelie verder te verkondigen aan mensen. Ja. Maar het was juist daar op het eiland Patmos waar hij eigenlijk de belangrijkste taak, zijn levenstaak eigenlijk, toebedeeld kregen. Want de openbaring van Johannes, of de openbaring van Jezus Christus, Johannes dus heeft gekregen om opgetekend te worden. Het boek Openbaring, ja, dat is ook voor ons nu van belang. Ja. Voor jullie die zeggen, ja, maar waarom hebben ze het iedere keer over de openbaring van Jezus? Ja, ik wil niet zeggen dat iedereen het zomaar begrijpt. Maar laten we maar gewoon eens openbaring 1 opslaan, en dat is het makkelijkste. Als je openbaring 1 opslaat. Ik heb wat dunne bladzijden in mijn Bijbel, dus daar ziet u me een beetje mijn vingers likken. Dan begint het hoofdstuk 1 is vers 1. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te tonen. En dan staat er aan zijn dienstknecht dat Johannes te kennen gegeven heeft. Nou, vandaar de openbaring van Jezus. Wat is altijd al verbonden, tweede deel van die vraag, met de weg en de toegang tot Gods koninkrijk? Wat ermee verbonden is, is dat het evangelie dat Christus brengt, is het woord. Dus het woord wat van God afkomstig is en wat ook het getuigenis van Jezus is. Dat is eigenlijk datgene wat ons verbindt met de weg ernaartoe. Want Christus is sowieso de weg, de waarheid en het leven. En het leven. En wat ons ook de toegang kan verschaffen tot het koninkrijk van God. Ja. En als je deze tekst een beetje pakt van Matthäus 7, dan zie je, het is een nauwe poort. Het is de smalle weg is het ook, waar we het net over hebben. Dat wil niet zeggen dat het voor iedereen even ellendig is, even verleid. Maar het is altijd smaller, het is niet comfortabel, het is soms moeilijk. En niet constant, hè, maar momenten in het leven die cruciaal zijn. En in Handelingen 14, vers 22 staat ook, ze spoorden aan het geloof te blijven en zeiden dat we door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. Nou, we hebben al die voorbeelden net al gehad. Kijk naar je eigen leven, zeg maar. Iedereen die kijkt, wij hebben ons leven. We hebben het eigenlijk nog heel erg goed hier. Ik kan niet zeggen dat ik veel verdrukkingen heb moeten ondergaan. Dus er staat ons nog wat te wachten, zou ik kunnen zeggen. Want we gaan met veel verdrukking het koninkrijk van God zijn. Ik wil in. Nou, je leest natuurlijk wel in eerste geschriften van Ellen White, dat naarmate je dus op door die enge poort bent binnengegaan, en Christus is natuurlijk ook die poort, hè, dat die weg, naarmate je verder gaat op je levenspad, dat die weg wel steeds nauwer wordt. Dus in het begin, terwijl het al een nauwe poort is op die weg, dat begint nog redelijk comfortabel. Maar naarmate je steeds dichter tot Christus komt, is ook de wens van Satan om je ook met nog meer kracht je er vandaan te halen. Precies. Want net als iemand die pas tot het geloof is gekomen, dan ziet hij ook alles door een roze bril. Dan zit hij nog jong en heeft hij nog die eerste liefde die hij ook bijna nog steeds zou moeten hebben. Horen te hebben. Maar dan zie je dat naarmate je eenmaal gedoopt bent, dan beginnen pas de echte beproevingen in het leven. En naarmate dus we ouder worden en op dat pad van de heiligmaking bezig zijn, komen er wel steeds meer moeilijkheden op je pad. Ja. We gaan naar de derde vraag. Zalig degene die de verzoeking verdraagt.
Welke zekerheid hebben Gods kinderen van het geloof wanneer zij beproevingen voor zijn koninkrijk moeten doorstaan? En dan komen een aantal beloftes eigenlijk. Hè? Een aantal zekerheden krijg je mee. En dat is goed van tevoren om te weten. Ja, die mooiste vind ik nog uit Jacobus. Het eerste hoofdstuk, vers 12. Mm-hmm. Daar staat, zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, dan zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan degene die hem lief hebben. Eigenlijk is het bijna een soort, het kan zo ook thuis zijn, liggen of thuis horen in de bergprediking. Zalig zijn zij die de verzoekingen verdragen. Het had er zo tussen kunnen passen. Maar ik vind het een hele mooie, omdat het laat zien dat als wij lijden, dan moeten we niet bij de pakken neer zitten. Net als ook Elia dat deed toen hij in die burn-out zat. Dat we ook, kijk maar nou, we zielig zijn. Nee, je moet altijd je ogen gericht houden op je doel. Precies. En natuurlijk ook op de voleinder Jezus Christus. En dat, als we dat doen, is het ook veel makkelijker als je dat gaat relativeren. Om de verzoekingen te kunnen verdragen. Dat je weet van, nou ja, eigenlijk is de tijd die we dit lijden moeten doorstaan. En soms kan een bepaald manier van lijden ook een eeuwigheid lijken in je eigen beleving. Ja. Maar toch, als je het heen tilt naar de eeuwigheid, is het maar een fractie van een vingerknip. De andere tekst die mooi erbij wordt is Romeinen 8 vers 28. En lees hem gewoon met me mee. We weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. En dat is mooi, dus ook of het nou ellende is, of het werkt je ten goede. Uiteindelijk, God wil graag dat we zalig worden. En wat er ook op onze wegen gebeuren, God zorgt ervoor dat het ten goede mag leiden. Zoals het volk van Johannes, de verbanning leidde tot het boek te openbaren. En hoe je het wendt of keert, hè, uiteindelijk is het is God die ons leven leidt. Ook al zijn er tegenslagen, maar het is de vorming van ons karakter, onze persoonlijkheid, zodat we meer op Jezus gaan lijken. Dat is ook een Amerikaans gezegde, hè? No pain, no gain. Maar dat komt er ook wel daarop neer, dat zonder lijden kunnen we ook niet tot die overwinning in Christus Jezus komen. De opmerking zegt het over waar gaat het christendom om. De christendom gaat over voorwaarts gaan. Het zijn een paar keer, het christendom is godsdienst van voorwaarts gaan. Maar regels daaronder, het bevel uit, ga voort, wijd u van uw plicht. En daaronder, als wij voortgaan waar Jezus ons de weg wijst, zullen wij zijn triomf zien en in zijn vreugde delen. En nog een paar regels verder, evenals Jezus moeten wij door lijden volmaakt worden. Dus het is niet een geloof, christelijk geloof is niet iets van achteruit wandelen, nee, het is van vooruit gaan. En soms is het eentje achteruit en weer twee vooruit, maar we blijven vooruit gaan. Ook al beseffen we het soms zelf niet, hè, dat is het verschil. Mm-hmm. Maar de Heer helpt ons ermee. We gaan naar de vierde vraag. Welke relatie bestaat er tussen nou beproevingen, verleidingen en het koninkrijk van Christus aan zijn getrouwe volgelingen, dat Christus aan zijn getrouwe volgelingen heeft toegewezen? Dus dat gaat over de verhouding daartussen. Ja, we zien in ieder geval dat dat allemaal noodzakelijk is. Beproevingen en ook de verleidingen zijn noodzakelijk. Allereerst om ons karakter te vormen, om onszelf ook te polijsten. Ik heb nog heel goed een prediking van moeder Kortlang herinneringen, jaren geleden, die had het er ook over dat polijsten, want dat was ook wel zijn vak. Hij was edelsmid, hè? Ja. Daarom. Dat bij dat polijsten, dat je daarmee metalen gewoon heel erg kan laten glinsteren. Maar als een voorwerp nou echt een ziel zou hebben gehad, dan zou dat polijsten, als wij gepolijst zouden worden, zou dat heel erg zeer doen. Ja. Maar uiteindelijk is het noodzakelijk om ons uiteindelijk te laten shinen, om ons te laten schitteren in Gods koninkrijk. Een ander voorbeeld is wel, in ons gezin is fitheid best wel een thema. En fitheid is iets fijns, want fitheid betekent dat je fijn wakker wordt en dat je prettig door het leven gaat en dat je energie hebt, dat je dingen niet te moeilijk vindt. Maar dat bereik je alleen maar door te trainen, door dingen niet te doen, door jezelf te onthouden. En dat doet af en toe zeer. Mm-hmm. Maar het resultaat is dat je je prettig voelt. En dat is in dit geval ook zo. We worden gepolijst, vind ik een mooi voorbeeld. We moeten fit gemaakt worden voor de eeuwigheid. In de opmerking wil ik één zinnetje lezen, staat in bladzijde 21 onderaan. Degene die naar werelds onderscheid en glorie zoeken, maken een droevige fout. Dat is goed voor iedereen die beseft, ik wil zo graag carrière maken, ik wil belangrijk worden, ik wil iets zijn, ik wil een ster zijn, ik wil succesvol zijn, zodat anderen dat kunnen zien. Dan maak je een droevige fout. Degene die zichzelf ontkent en anderen de voorkeur geeft, is al dichtst bij Christus op zijn troon zitten. Nou, dat is een les voor mij, in ieder geval ook ieder persoonlijk, want ik ben ook van de generatie toch een ton in een turbo. Want dan heb je het geluk. Maar hier zie je, als je dicht bij Christus zit, dan ben je gelukkiger. Mm-hmm.
De vijfde vraag. Als we nu voor de Here lijden, hoe zou dan de toekomst met Hem zijn? We gaan nu echt een stap verder in de ontwikkeling. Nou ja, dat is, je ziet het in het leven als voorbeeld van Christus. Mm-hmm. Hij heeft natuurlijk moeten lijden, zodanig dat hij in Gethsemane druppels bloed zweette. Ja. Dat hij vroeg om die drinkbeker aan voorbij te laten gaan. Uiteindelijk heeft hij kunnen overwinnen. Ja. Godzijdank, want anders hadden wij hier niet eens meer kunnen zitten. En daarin kunnen wij juist mede-overwinnaars zijn. Maar als wij mede-overwinnaars zijn, kunnen we dat alleen zijn als we dat ook hebben meegedeeld in zijn lijden. Het is net als met een voetbalwedstrijd die je dan kijkt voor de buis. Hè, dan zit je met je benen over elkaar op de bank, zit je naar een belangrijke voetbal. Tenminste, belangrijk. Je zit naar een interessante wedstrijd te kijken. En dan is Nederland tegen Duitsland. Nederland wint. En hebben wij het over wij hebben gewonnen. Je hebt niks maar gedaan, hè? Je hebt helemaal niks gedaan. Ja. En dat is het grote verschil hiermee. Als wij dus willen roemen ook in de overwinning van Christus, zullen we ook moeten deel hebben aan zijn strijd die hij geleden heeft en aan zijn lijden zelf. En Paulus schrijft heel mooi aan zijn jonge vriend Timotheus, hè? Want als we met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als we volharden, zullen we ook met hem regeren. Dus het positieve en het positieve. En hij zegt ook, waarschuwing, de negatieve, als we hem verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Maar het gaat hier over het sterven en het volharden en dat is het afsterven van je eigen ik uiteindelijk. Ik wil een klein stukje uit de opmerking lezen, staat in het onderaan. Hij moet rusten in zijn woord met dat vertrouwen en de kracht van het geloof dat hem bereidwillig maakt om het verlies van alle dingen te lijden omwille van Christus. Zijn gesprek, dat betekent zijn aandacht, moet in de hemel zijn. Terwijl hij bezig is met de gemeenschap van God, moet hij omgang hebben met mensen die en schijnen als een licht in de wereld. En dat is het mooie, toch? Op het moment dat we deze stappen zetten, dan komt de Heilige Geest in ons en dan zijn we lichtjes in deze wereld ook. En dan vinden andere mensen het fijn om met je te praten. Als ze interesse hebben in God, dat gaan ze ontdekken en dan merk je dat je een lichtje bent voor deze wereld. Niet omdat je goed bent, maar omdat God in je is. We gaan naar de zesde vraag en het kopje boven staat verdrukking en heerlijkheid. Hoe verhoudt nou het komende koninkrijk zich tot de moeilijkheden en beproevingen die deel uitmaken van het bestaan van vandaag de dag? Nou, dat is een beetje wat we een paar keer besproken hebben, maar het moet benadrukt even worden. Nou ja, die verhouding, dan denk ik altijd één staat tot. Ja. Maar je kan het niet in getallen uitdrukken, want het staat helemaal niet in verhouding. De beproevingen en moeilijkheden die wij kennen in het leven zijn peanuts als je dat vergelijkt met datgene wat je te wachten staat. En met de overwinning die wij kunnen behalen en kunnen verkrijgen in Christus Jezus. Paulus opschrijft een paar dingen in Romeinen 8, zegt hij. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dat zegt hij precies zoals jij. Hè? Het staat niet in verhouding tot. Nee. Echt. En dan zegt hij aan de Corinthiërs, schrijft hij heel mooi. Dan omschrijft hij het geloofsoog. Daar kan ik het zo nog even over hebben. Hij zegt, we houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die je ziet, maar op de dingen die je niet ziet. Want de dingen die je ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die je niet ziet zijn eeuwig. En dit kan je niet snappen als je niet gelooft. Nee, dan is het gewoon acadabra. En je moet het in je leven meegemaakt hebben. Ik heb het in mijn leven mogen meemaken dat je over dingen heen kan kijken, door het geloofsoog. En dan ben je gewoon tevreden met de dingen die God je beschikt. Dat is gewoon een andere bril die je... Ja, het tweede deel van de opmerking zegt het mooi. Misschien kan je dat stukje even pakken. Ja, dat is dat vergeleken met het toneel waarop zijn geestes oog zich vestigde, waren alle tijdelijke beproevingen slechts een ogenblik. Lichte verdrukkingen, niet de moeite van het overdenken waard. Zo. Dus je moet het er niet eens over hebben. Ja. Staat er eigenlijk. Dan zeg je, joh, wat mij nou gebeurd is. Niet interessant. Precies. Ja, wel als ervaring, maar niet om al over te klagen. We zijn bij de laatste vraag aangekomen, de zevende vraag. Dat gaat over de mening van de Heer. Wat is de mening van de Heer over degene die gekweld en vervolgd worden omwille van de gerechtigheid? Ja, dat wordt eigenlijk genoemd al in de bergrede, het begin van zijn dienstwerk op aarde. Ja, dat hij zegt van, gelukkig zijn degenen die vervolgd worden om de gerechtigheid, en die gerechtigheid is Christus Jezus zelf ook,
Hè? Want van hen is ook het koninkrijk der hemelen. Zalig ben je ook als mensen je bespotten, als je je vervolgen. Ja. Of allerlei andere manieren je kwaad berokkenen. En als het allemaal is omwille van Christus, dan zegt hij van, nou ja, zit dan niet bij de pakken neer. Verblijf je juist en verheug je, want je loon zal heel groot zijn in de hemel. Dan lijkt het natuurlijk wel weer alsof het een soort van werkgerechtigheid wordt. Maar hij zal zelf zeggen van, op die manier van, door het lijden, als je er overheen stapt, dan zal je in ieder geval wel beloond worden als het allemaal is omwille van mij. Want hij zegt ook van, je bent niet de enige hoor, want voor jouw tijd hebben ook andere profeten hebben ze vervolgd die voor jou waren. Ja. En het tweede deel van de vraag gaat over, hè, wat bevindt zich voor hen als hun grote hoop en vreugde. En dat is toch een stuk wat ik Hebreeën even bij wil halen, Hebreeën 11. Daar staan in Hebreeën ook de geloofshelden, maar hier staan de geloofservaringen. En dat is eigenlijk niet zo leuk, hè? Dat er ellendige dingen zijn, met het zwaard gedood, ze hebben rondgelopen in dingen die ze van het land kregen, schapen vachten, geiten vellen. Ze hadden gebrek, ze waren verdrukt, ze waren mishandeld. En daar word je niet blij van. En wat schrijft Paulus over deze mensen? Hoe noemt hij ze? De wereld was hen niet waard. Met andere woorden, ze waren te waardevol voor deze wereld. In het oog van God. Mm-hmm. En daarom worden ze gered voor de eeuwigheid. Nou, niks is mooier is als je dat mag meemaken. Ook al gaat het je fysiek even slecht. Ook al gaat het je materieel slecht. Maar als je geborgen bent in God, dan maakt het eigenlijk ook niet zoveel meer uit. Nou, dat is een beetje toch het lijden voor het koninkrijk van God waar we het over hebben. Er staat nog een stukje de opmerking. Geloof is nodig. Sterk, vertrouwend geloof. Dat geloof dat God zijn kinderen niet in een grote verleiding zal brengen dan ze kunnen verdragen. Zo ben ik opgevoed in de gemeente ook. En jij ook. Ieder huis heeft zijn kruis. Maar je krijgt kracht naar kruis. En we worden ook niet boven menselijk kunnen, worden we ook verzocht. Dat is ook dat is een weten. Een schrale troost die de Bijbel ons geeft. Dus als je dat weet, dan is het ook. Het is moeilijk, het is zwaar, maar we kunnen volhouden. Uit de verdere studie deze nog even. De dingen van deze wereld zijn tijdelijk. Rijkdom is tijdelijk. Lijden is ook tijdelijk. Blijven maar een korte tijd. Terwijl de dingen we niet zien, zijn eeuwig en blijvend. Zijn door een eindeloze eeuwen. Het verkrijgen van deze oneindige schat betekent alles te winnen en niets te verliezen. Ik hoop dat u in de positieve moed bent gekomen aan het eind van deze les. Toen wij begonnen hadden we het ook een beetje denk ik, het lijden voor het koninkrijk is niet waar we op zitten te wachten. Niet waar we onze ambitie direct op hebben. Maar het hoort bij het volgen van Jezus. We worden anders gewoon niet gevormd. En André gaf het goede voorbeeld van het polijsten. Als we niet gaan willen, als we schijnen uit onszelf, doen we niet. We zijn zondige mensen, dus ons karakter moet gevormd worden. Daarom wens ik u ook het lijden wat u kunt dragen. De Heer zal het u geven. En als u het lijden krijgt, denkt u eraan, het is maar van een korte tijd. De Heer geeft kracht naar kruis. En ik wens u vooral daarvoor kracht van boven om voorwaarts te gaan in het geloof. Amen.